De politie heeft zondagnacht 3 verdachten aangehouden wegens de ontvoering van een 57-jarige vrouw uit Amsterdam. 2 daders werden in Den Haag opgepakt. De politie deed invallen in de Van Dijkstraat en de Hobbemastraat. Een derde verdachte pleegde bij die aanhouding zelfmoord. De vrouw maakte het naar omstandigheden goed na de ontvoering die ongeveer 24 uur duurde. Bij het Zwarte Pad in Scheveningen is zondagavond een man uit Rotterdam gewond geraakt na een schietpartij. Getuigen zagen dat er op een feest bij strandtent Barefoot ruzie ontstond, waarna een schietpartij volgde. Volgens omstanders zijn er 2 schoten gelost. Het feest werd direct stopgezet. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geopereerd. In Bezuidenhout is zaterdag een kledingwinkel overvallen. Een man bedreigde het personeel van de winkel in de Theresiastraat met een wapen en eiste geld. Hij maakte een onbekend geldbedrag buit en vluchtte vervolgens. De politie heeft het personeel meegenomen voor verhoor.